Thomas Vrijheid, dit is denk ik niet de seizoenstart die je heel graag had gewild. Nee, ik ben echt doodziek, man. Echt doodziek. 2 gespeeld, 0. 6 tegen, 0 voor. Dus ik weet het niet, maar dat zijn geen cijfers die waarde horen. Ja, waar lag dat dan aan vandaag? Ja, weet ik niet. Ik denk dat je in het begin wel redelijk begint met wat kansen die je krijgt. Nou, die gaan er niet in. En ik denk op een gegeven moment elke lange bal die zij spelen, die wordt gevaarlijk. Het lopen de mensen die gewoon door kunnen lopen, kom je gewoon in ondertal achterin ook. En dat is gewoon niet goed. Nou ja, wat wel positief is, je creëert veel meer kansen dan vorige week. Eigenlijk best wel heel veel kansen, maar ze gaan er niet in. Ja, dat is dan extra frustrerend, denk ik. Ja, zeker. Maar ik denk dat we nog te weinig kansen hebben gecreëerd tegen Den Bosch. Die wint in 0-2, maar ik denk dat het niet een hele goede ploeg is. We hadden nog meer kansen moeten creëren. Zeker de tweede helft, als je 2-0 achterkomt, hebben we bijna niks gecreëerd. Alleen die laatste bal met Swartz. Schoonmatig. Dus, eerlijk is eerlijk. Ja, en wat moet er dan beter naar volgende week toe? Want volgende week wachten een uitwedstrijd in Maastricht, verder uitwedstrijd. Ja, welke punten moeten er allemaal beter? Maar als wij de bal verliezen voorin, dan moet niet gelijk een counter gevaarlijk worden. En de ballen die moet je erin schieten. Dus meer overtuiging in het afzonden. Ja, vorige seizoen ging ze er allemaal in, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Knaagt het al aan je? Nou, ik wil goals maken. Het knaagt vooral dat we op 0 punten nog staan. Ik wil gewoon boven de mee voetballen. En daar moeten we nog even op wachten. Maar natuurlijk, ik wil scoren, maar het knaagt nog niet allemaal. Snel vergeten deze en dan volgende week weer oprichten. Ja, 100%. 100%.